Grap of serieus was van Jack van Gelder, waar we uitgebreid naar hebben kunnen luisteren over of een presentatrice bij hem in bad wilde komen zitten. Ja. Het probleem is als dat de hele tijd gebeurt en als iemand nergens meer heen kan. Als het over machtsmisbruik gaat. In dit geval was het, in ieder geval zoals het in de Volkskrant wordt beschreven, was de presentatrice die zocht hulp om beter te kunnen presenteren. Die vraagt eerst, kan Tom Egbers mij helpen, en krijgt te horen, nou doe dat maar niet, want Tom Egbers is tricky. Van de hoofdredactie van NOS Sport. Vervolgens stapt ze naar... Ja, is tricky vanwege hij en jonge vrouwen, ja. Hij zou er gevoelig voor zijn. Ja. En dan vervolgens vraagt ze Jack van Gelder of hij haar wil coachen, en is de reactie, als je bij mij in bad komt zitten. Het is de optelsom van dat soort dingen, waardoor je wel kunt afvragen, was dat nou een goede, gezonde cultuur voor jonge mensen om aan het carrière te beginnen. Het is hetzelfde als wat bij De Wereld Draait Door volgens mij gebeurd is. Is dat er niet een soort van correctiemechanisme op is. Van doe eens even normaal. Weet je. En uiteindelijk is dat dus ook beschadigend voor die mannen. Hè? Want die worden dus nu heel hard afgerekend. Ja, daar erger jij je ook aan, Frans. Op gedrag waar ze 20 jaar lang niet of nauwelijks op gecorrigeerd zijn. Nou, dat is ook wel iets waar ik dacht van de hoofdredactie die dus... Er wordt nu gezegd dat ze per direct moeten opstappen. Viertallig, snap ik ook niet trouwens. Waarom zijn er 4 ze hadden aangekondigd hoofdredacteuren? Op te stoppen, gefaseerd, inderdaad, op termijn. Maar het is een hele grote organisatie, maar, hè? Anders dan start het... Oké. Maar 20 jaar lang, dan moet je toch wel inderdaad iets hebben gezien. Nou ja, goed, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet bevestigen. Ik was er niet bij, maar ik vraag me dan wel af, merkt men dan iets, om terug te komen op wat jij zegt, Martine, maar het wordt gewoon door de vingers gezien. Dat zag je bij De Wereld Draait Door. Was het dezelfde discussie? Waarom is er nooit opgetreden? Terwijl er wel mensen waren die... Oh, jij was er toch regelmatig? Heb jij daar iets van gezien dat gebeurde? Ik heb er echt nooit... door de NPO uit te leggen. We zijn er weer. Maar ik Matthijs. We hebben alleen maar technici van onbesproken gedrag. Hè, moeten we er even bij zeggen. Martine? Wat volgens mij ook altijd zo is. Ook in bedrijven waar het voor een deel van de medewerkers heel onaangenaam is. Ja. Dat is lang niet altijd voor iedereen zo. Want er is ook een club die het wel super naar zijn zin heeft. En jij werkt bijvoorbeeld voor het Financiële Dagblad. Weet jij zeker dat daar niks aan de hand is? Nee, ik weet dat niet zeker. Nee, ik heb het er enorm naar mijn zin. Maar nou ja, ik heb in het verleden ook bij Prometheus gewerkt. En ik wist ook wat daar aan de hand was. Maar ik had dat daar zelf uitstekend naar mijn zin. Ja, en jij voelde niet... Maar wacht. Ah, dat is wel heel interessant. Dacht jij op het moment dat Ronnie Palasje, die heeft dat natuurlijk naar buiten gebracht in een...